Ja. Oh, Is jouw kamer? Ja. Kun je helpen iedere dag? Dat vind ik leuk. Doe dat nou. Ik ga abonneren. Een mooie auto. Oh, de haard. Good river. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en wij zijn nog heerlijk lekker op Curaçao. Vandaag gaan we iets heel bijzonders doen. Want vandaag gaan jullie erachter komen waarom mama allemaal cadeautjes mee. Cadeautjes? En die? Mama. En die? Mij. En nog een hele tas vol. Ja, hier. Kijk, hier nog eens verstaan. En die? Ook. Niet waarom al die cadeautjes? Niet uitpakken, hè? Waarom al die cadeautjes, Loesjes? Wie is hier? Ja. Kijk, een hele tas vol cadeautjes. En een kaartje erbij. Want, zoals jullie wellicht van ons weten of niet weten, dan weten jullie het nu. Steunen wij eigenlijk ieder jaar, aan het eind van het jaar, die gaan we straks geven aan een kindje. Steunen wij een goed doel. En dit jaar hebben wij gekozen voor een goed doel op onze vakantiebestemming. We hebben in Nederland al gekeken wat voor een goed doel we eventueel zouden kunnen steunen in Curaçao. En wij kwamen uiteindelijk uit op dit kindertehuis. Dus we gaan vandaag een kindertehuis bezoeken. Dit is een kindertehuis die zelf, een Nederlands stel, die zelf 6 kinderen hebben. En deze kinderen die wonen bij hun. Maar dat is niet het enige, want ze maken ook nog ongeveer 70 maaltijden per dag voor de bewoners. En ze helpen meer dan 200 families. Ze willen ook hun lichtje laten schijnen door hun geloof en hun hoop te tonen aan iedereen om hun heen. Dus dat is ook een hele mooie boodschap, iets waar wij ook voor staan natuurlijk. En dat sprak ons heel erg aan. Dus we hebben ze een berichtje gestuurd om te vragen of het leuk leek als we bij hun op bezoek zouden komen. Dat vonden ze natuurlijk hartstikke leuk. Shoutoutje ook naar hun kinderen en kleinkinderen. Want die hoorden in Nederland dat wij hun een berichtje hadden gestuurd. En die zeggen, oh ja, leuk, de Bellinga's. Dus het was al meteen bekend. Dus ook even een shoutoutje naar jullie die nu kijken. Hartstikke leuk dat wij op bezoek mogen gaan hier bij het mooie kindertehuis op Curaçao. Luxie heeft haar mooiste jurk aan gedaan vandaag, zei ze. Hè? Niet alleen cadeautjes voor ze meegenomen. We doneren ook een bedrag van €500 aan dit tehuis om hun goede missie en hun liefde door te zetten. Natuurlijk hier. We zetten een linkje onder deze video. Als je het ook leuk vindt of fijn vindt of een gevoel krijgt bij deze vlog. Mocht je het op je hart hebben liggen om iets te willen doneren, dan mag dat gewoon. Linkje staat hieronder. Voel je vooral niet verplicht. Maar we vonden het toch leuk om dit, fijn ook, om dit onder onze video alsnog te vermelden. Om dit goede doel te steunen. En dat gaan we vandaag doen. Dus we gaan eens kijken bij de kinderthuis hoe ze dat hier hebben. En wat ze allemaal doen voor de mensen op het eiland. Eerst eventjes lekker eten. Ja, dankjewel. We gaan eerst eventjes lekker eten. Ontbijten. Papa die staat al in de keuken de gezonde smoothies te maken. Ja, goedemorgen. Kijk eens. Ik heb een nieuwe smoothie gemaakt. Ja. Benieuwd wat je ervan vindt. Elke dag is weer een nieuwe mix. Proefwaarde, hè? Nou. Dat zal ik ook even proberen. Heerlijk. Proostie. Nou, proost. Op een hele speciale dag. Op een hele speciale dag vandaag. Dat is het, hè? Zo. Doe maar drinken. Jij ook? Ja, ik heb alleen maar muggenbultjes. Ja, de muggenbultjes die zijn eraan nog steeds, jongens. We hebben bijna niks te doen. We hebben spuitjes, insmeerspul, klamboes. Maar ja, die ontkomt er bijna niet aan. Plus het is niet zo heel erg heet in de ochtend. Dus om dan echt dingen te gaan ondernemen en erop uit te gaan, is het in de ochtend het lekkerste. Om ergens heen te gaan. En dat zag je gisteren ook wel weer bij dat strand. Want in de ochtend was er dus nog bijna niemand. In de middag was het super, super druk. Maar was het ook heel erg heet. Dus waren wij blij dat wij weer terug konden. Nu die hele grote hitte kwam. En dan konden de kinderen gisteren lekker in het zwembad nog spelen. We hebben nog met kindjes hier op het park lekker in het zwembad gespeeld. Hebben jullie volgens mij niet in de vlog gezien. Maar dat hebben ze ook nog gedaan toen ik ging editen. Ze zijn in de palmbomen aan het zagen. Nou, je palmboom wordt hier gezaagd, Daan. Die hoef je niet voor jezelf te doen. Ja. Thuis moet je de tuin zelf onderhouden, maar... Ik heb de eigenaresse van wie dit huis is. Dus ik de hegges kort verstoord. Ze zegt dat ik vorig jaar ook
dat ik nu een muntje schok, maar toch in een half jaar klimt hij weer zo hoog als dat hij was. Ja. Dus elk jaar zo kort. Ja, en we hadden ook nog verse meloen. Gisteravond gesneden. En die kunnen we nu wel even lekker bij het ontbijt zetten. Die zijn namelijk super lekker. Kijk eens jongens, wie lust nog een lekkere meloen? Proost. Lusjes is weer aan het proosten. Proost jongen, met de meloen proost. Proost. Ja. Hij wil altijd proosten. Proost. Ik zal je even proosten jongen, Luan die heeft niet van die lange arm. Proost. Ja. Nou jongens, eet smakelijk. Ja. Even lekker een ontbijtje. Bon appétit. Een blaadje. Wauw. Een zacht blaadje. Nou, mooi blaadje. Heb je ook een blaadje gevonden? Een kussenblaadje. Een kussenblaadje. Luxie heeft een kussenblaadje gevonden. Nou, we hebben hier de cadeautjestas mee. En we gaan weer even op zoek naar de auto. We laten daar het huisje. En dan gaan we een bezoekje brengen, jongens. Leuk. Inmiddels zitten we weer lekker in de auto met de airco aan. Het zonnetje schijnt vandaag. We hebben nu nog geen tropisch regenbuitje gehad. Maar we gaan naar een tehuis toe en heel eerlijk gezegd moet me dat altijd even terugdenken aan mijn eigen kindertijd. Want ik ging ook altijd met mijn ouders. Mijn ouders ergens naar een vakantieland gingen. Ik ben bijvoorbeeld in Egypte geweest of in Sri Lanka. Dan gingen mijn ouders altijd ook naar een tehuis toe. Dus het is voor mij ook eigenlijk een beetje een jeugdsentiment, herinnering dingetje. Ook om te laten zien, om mij en mijn zus te laten zien, de andere kant van het leven, zeg maar, hoe het ook kan. En dat je, ja, niet... Je hebt het niet voor het zeggen waar je wordt geboren. En dat proberen we ook onze kinderen uit te leggen, jongens. Dat je als baby zijnde kies je niet uit waar je wordt geboren. Dus de plek waar je wordt geboren, ja, dat is wat het is. En ja, jullie zijn hier geboren, maar er zijn ook gewoon kindjes die worden hier geboren. Of ergens anders op de wereld. En mijn ouders vonden dat ook altijd heel goed om mij en mijn zus bewust van te maken. Dus... mede met dat in mijn gedachten wil ik dat doorgeven aan onze kinderen. Dat hun ook zien. He, Leuven gaat naar Curaçao. Het is een hartstikke mooi land. Prachtige paalwitte stranden. En je ziet natuurlijk in het gebied waar wij zitten. Zie je hele mooie grote huizen. En mooi, mooi, mooi. Maar er is natuurlijk ook altijd nog een andere kant. De bewoners hier op dit eiland bijvoorbeeld. Ja, hebben het misschien niet altijd even breed. Of is het zo mooi als dat het lijkt zoals je hier ziet. Dus dan is het ook heel erg goed om je even bewust bij stil te staan. Hoe dat dus is. En daarom willen wij onze kinderen graag meenemen daarheen. Om dat te zien. Maar ook om hun goede doel mooi te steunen. Ook misschien in de vlog een beetje dat te laten zien, jongens. Van, hè, sta er af en toe even bij stil. Dat is voor ons onze kerstgedachte dit jaar. Kerst is voor jullie natuurlijk al geweest. Maar wij zitten nog in dat het nog een nieuw jaar moet worden, zeg maar. En dit jaar hebben we dus voor dit goede doel gekozen. Dat ons dat heel mooi leek. Om ook daar... zelfs op vakantie even bij stil te staan. Het is toch best mooi dat mensen toch eigenlijk hun hele leven toewijden aan, het, aan andere mensen. Want dat is eigenlijk wat ze doen, hè? Ja. Iedere dag zijn ze bezig met andere mensen te helpen. En dat is wel heel erg mooi natuurlijk. En ik heb dat ook eigenlijk zo geleerd van opa en oma kinderen. Mijn ouders waren ook altijd bezig met hulp, zendingswerk, ergens hoop, opwekking, vierhouten. En natuurlijk ook jarenlang voor Christ ook. Ging eens naar Afrika, hè, om de kinderthuis daar ook te helpen. Ja. Waar kinderthuis Siloam is. Child Home Siloam. Siloam, Child Home. Back. Okay. Go back and all the right. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Ja, we zijn een beetje verwijld, jongens. Mama? Ja. Ja. Kunnen we hier keren, denk je? Kunnen we hier keren? Ja, ook een keer. Ja. Nou, we hebben hier een heel klein weggetje. Dat zijn we ingeslagen. Kijk, waar eigenlijk niemand rijdt. Gelukkig dat we daar een meneer tegenkwamen. Die tuinman. Even de tuinman. Nou, die is hier die is het weggetje aan het snoeien. Oud. Ja, dat kan niet, jongen. We zijn er nog niet. Maar Lucius die dacht, ik vind het niet meer gezellig. Dus ik heb hem even op schoot genomen. Het is namelijk hier een heel klein weggetje.
Dat maakt niet zo heel veel uit. Je mag hier ook niet hard rijden. Nee, je kunt er ook niet hard rijden, want het is een klein weggetje. Maar goed, we moeten even zoeken, jongens, waar het is. Ik heb even geappt van deellocatie. Even kijken of ze al terug hebben geappt. We kunnen het niet vinden. Oh, ze bellen. Wacht even. Ja. Hallo. Speakerphone. Hoi. Jullie lijken dichtbij, hoor. We lijken dichtbij, ja, maar we kunnen niet echt iets vinden. Ik keer nu en ik moet zo meteen rechtsaf, denk ik. Heb je locatie gedeeld? Ja, ik heb locatie gedeeld. We rijden nu weer even terug, want we kwamen net zo'n vriendelijke meneer tegen. En die zei dat we moesten omdraaien. Dus we zijn nu weer even omgedraaid. Dus we rijden nu weer terug naar die doorgaande weg. Die leidt naar dat Casa Aboa, nog wat strand, beach. Zeg maar. Zijn ze een weggetje? Ja. Ja. Naar die weg rijden we nou weer terug. Ja, daar moet je weer terug. En dan moet je, als ik het goed heb, linksaf, maar ik kan niet goed. Naar richting het strand of van het strand af? Ja, ik zie het nu. Ja. Oh, super. Dus jullie moeten... We komen eraan. Ja, jullie bewegen de goede kant op zo. We bewegen, ja, we gaan weer richting jullie. We komen nou, eraan. Nou, dan zijn we dus ook bij jullie. Tot zo. Ja. Oké, okay, tot zo. En opeens stopt daar de weg. Hier stopt het asfalt en dan, kijk, ga je hier verder op de harde... Nu gaan we weer 4x4 rijden. Stoffenweg. 4x4. Kleine stoffenweggetje dit. Ja. Ja. Elkaar zullen jullie goed kijken. Ja. Dat we gaan ook weer goed rijden. Kijk eens zitten. Onderweg komen we ook even een familie wilde geit tegen. Hallo geitjes. Dag geitjes. Dag geitjes. Kijk jongens, dit is een school. Zie je dat? School uit Curaçao. Ja, ons bolletje is er nu. Silo. Ja, hier is het, jongens. Oh. Stichting Klein Jeruzalem. Kijk. Solo Helmbouw Hartig Samaritaan Kinderzorg Afgelopen. Ja. Kijk, hier is het. Wauw. Wat mooi. Dat is mooi. Het is mooi hier. Kijk dan. Leuk, jongens. We zijn er. Nou, kom maar, Lux. Goedemorgen. Hallo. Hallo. We hebben het gevonden. Ja. Hoi, Farah. Ja, hallo. Robert. Hi. Hallo, Farah. Leuk jullie te ontmoeten. Dank je. Dit zijn onze kindjes. Lucilla. Lucilla. Helemaal hè. Ik ben een jonge dame. Ook lekker op vakantie. Ik ben op vakantie. Alles wel? Hoi. Ik had het allebei. Box een high five. Nou, dus je steeds lipjes aan. En dan gaan we hier naar, ja. Kapel lijkt het wel met zo'n mooi kruis erop. Oh, hallo! Hey. Hallo! Oh, leuk hoor. Ja, leuk, hè? Oud? Ja, hallo. Hey, Jodie. Dit is Lissius. Hallo. Bon dia, Jodie. Leuk, Lissie. Ah, hallo. Hallo, Jodie. Ik ben Lissie. High five. Kan je ook los? Kan Brontje ook los? Ja. Ja. Leuk, hè? Mooi. Dit is leuk. Ja, mooi. Dit is gezellig. Ja. Kom, even jullie kijken. Leuk, Jodie. Ja. Leuk, hè? Hallo. Leuk, hè? En daar is Rihanna. Kijk, hallo, goedemorgen. Hoi, hoi. Rihanna is 10. Oh ja, hij is 10. Rihanna. Rihanna, mooie naam, hoor. Heb een handje bij mij? Oh, zeggen. Oh, kijk eens hoe mooi, jongens. Wauw. Oh, Lucie, zijn allemaal leuke speeldingetjes. Lucie, kijk. Dat vind je, dat hebben jullie thuis ook, zo'n keukentje. En dan hoe leuk, jongens. Mooi. Mooi, hoor. En lekker koel hier, hè? Met ook de tafelvoetballen. Zie je, Lusjes? En allemaal boekjes. En nog een kerstboom. En nog een kerstboom. Ja, het is heel groot, ja. Wauw. Ja, dat zijn de slaapkamertjes.
het leuk om eventjes met mijn kleinkinderen... Ja, natuurlijk. Ja, ja, zeker. Ja hoor. Ja. Ja, dat zei je al in de WhatsApp, hè? Dat zijn jullie. Die foto van jullie. Ja. Dus die moeten we even vragen, hè? Oh ja, dus de hun leeftijd. En die ja. zit al te wachten. We hebben ook 7, 5 en 2,5. Ja, ook. Och, wat leuk. Ja, we zagen jullie familiefoto al op Instagram. Mooi. Hoi. Hallo. Hoi. Wie zijn jullie? Hallo. Wie ben jij? Wie ben jij? Hallo Hanna. Je zit in de vlog, Hanna. Kijk, kom maar zwaaien. Je ziet jezelf in de vlog terug. Leuke meiden. Ja. Zo leuk. Hij heeft een leuk fietsje. Oeh, wauw. Daar slaapt iemand. Oh, nee. Dus leuk. Dit is Mila de kamer. Oh, kijk dan naar de mooie kaptafel. Ja, dat ze lekker klaar, tutten, he? Ja. Dat is Liesje, die is ook 2 jaar. Hallo. Oh, dat is lief. Oh, dat is ook lief. Juffrouw. Liesje. Altijd mooi, hè? Mooi. Ja, dat is een lieve jongen, hè? Is die wel lief? De andere kant. Ah, ja. Eigen badkamer, hè? Kijk dan. Ja. Oh. Echt heel mooi. Ach, wat leuk. Ja, die kennen wij ook, hoor, thuis. Die kennen wij ook thuis, hè? Ja, nou, maar dit valt nog wel mee. Ja. Dat kennen we ook, hè, Luxie en Lucilla? Met jullie poppen? Ja. Oh, volgens mij heb je deze auto ook. Kijk eens, exact dezelfde. Hé, hey, de Barbie-auto. Deze achterbak kan bij mijn auto niet open. De achterbak kan niet open. Ook bij jou niet. Oh, nou, dat is het niet helemaal dezelfde. Dat lijkt erop. Hij is wel En dat is een bed. Ja. Ja. Mooi, hè, jongen? Ja, dat is de drukste van ons. Ons stel. Dat is het kleinste. Ga je het nadoen, hè? Ja, dat is ook die leeftijd. We doen alles na van elkaar, hè? Ja, dat is deze leeftijd. Ja. Zijn echt papegaaien. Ja, echt, hè? Ja. Met te praten. Of... Ook, niet van de jongens. Precies hetzelfde. Maar die zitten anders voor de jongens. Ja. Leuk. Leuk. Oh, je hebt 3, hè? Ja. Ja. En hier een grote badkamer. Wel fijn, die ruimtes ook voor die kinderen. Echt heel fijn. Wauw, ja, dat zijn de jongenskamers. Ja. En op de ruimte gestructureerd. Ja, gestructureerd, hè, Luan. Ja. Ik zou jullie de keuken laten zien. Oeh, ja, dat zijn we ook benieuwd. Want hier maken jullie ook alle gerechten voor iedereen. Warme maaltijden, van maandag tot en met vrijdag, 70. 70 maaltijden. Per dag. Ja. En die maken jullie hier in dit huis? In de keuken. In de keuken. Die hebben we aangebouwd. Ah, die hebben we aangebouwd. Aha. En dat doen jullie met z'n tweeën of helpen we er nog mensen? Ja, een kok en een vrijwillige keukenhulp. Ja. Een vrijwillige chauffeur. En wauw, oké. Ik wou zeggen, want dan sta je de hele dag te koken. En ook nog met 6 kinderen.
We weten hoe het met 4 is, maar met 6 kinderen? Heb je ook je handen vol, soms? Ja, en dan alle andere dingen, de was en alles. Ja, ja, de was. Oh, dat hebben jullie natuurlijk ook, de was. Ja, dat hebben we allemaal, de was. Die stopt nooit. Nee, en hoe groter ze worden, hoe sneller de wasmachine komt. Ja, dat is ook zo. Ja, 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 ja. Dit is onze dochter. Hallo. Ja, liefjes. Yes, Luxie. Priscilla, Luan. Hoi, Farah. Hoi. Danielle is net komen terugwonen op Pieterse. Ah, wat leuk. Tegen een auto van ons. Leuk. Dat hebben wij 's morgens nodig. Dus ja. Ah, ja. Om de maaltijden uit te brengen. Ja. Ah, met de auto breng je alle maaltijden rond. Oh, dat doen jullie met de... Ah, jullie chauffeur. Ja. Is dit jouw kamer? Papa? Of jij? Papa. Waar slaap jij? Is dat jouw bed? Wat? Mooi punt, man. Ja, je auto's. De auto's? Hij heeft ook auto's, Liesjes. Hé. Hey. Hij heeft ook auto's. Is dat van jou? Ja. Is dat van jou? Is dat jouw auto? Wow, Georgie. Mooi. Ja? Dat is een mooie auto. Ja, super schattig. We lopen hem achterna. Kijk, hij laat de keuken zien. Dat is echt net als Liesjes, hè? Echt hetzelfde. Kijk, oh, en de was, ja, natuurlijk, de wasmachines, extra koelkasten. Dus wij hadden een keuken. Ja. Een marinekeuken. Ah, moeten we hier doorheen. Deurtje open. Hallo. Wauw, dit is mooi. Wat een grote keuken. Zo. Oh, ah. Kijk, wat een prachtige ruimte. Gemaakt voor de mensen. Oeh, het ruikt lekker, ja. Je ruikt hier het eten. Zie je. Hey. Oh. Kippetje. Lekker. Dat ziet er lekker uit. Aardappelpuree en elke dag verse groenten. En is dit voor gezinnen of gewoon voor alleenstaande? Gewoon verschillende mensen. Invalide mensen. Ouderen denk ik ook. Ja. Ja. Die gewoon niet eens meer zelf kunnen koken. Nee. Ja. Die help je iedere dag komen. Te... Ook fijn dat ze iedere dag iemand zien natuurlijk dan. Ja, ook. Ja. De chauffeur die brengt het allemaal rond. Ja. Ze hebben hun eigen bakje. Dus op het moment dat ze de chauffeur komt, ze hebben twee bakjes. Ja. Dan krijgen ze één gevuld en moeten ze de schone inleveren. Als het niet schoon, geen idee. Krijg je, mooi. Ja, anders moet je dan alles gaan afwassen natuurlijk. Ja, ik wou van die foambak. Ja. Ja, dat is super handig dit. Goed voor de recycling gebeuren. Ja. Oeh, wat een grote baan. Nee, fornuis ook. Jeetje. Ja, we kunnen hier dus de pasta's en alles in aardappels, groenten. Je kan hier alles in kopen. Ja. Vul dat. En dan kun je deze kraan openzetten. Dan loopt het water weg. Ah, dat is handig. Ah. Ja. Mooie lusjes. Stone aan mijn bakapparaat. Ja. Koken mooi hoor. Oh, we hebben een cadeautje mee. Cadeautje? Dat is het mondje. Wat is dat? Kijk nou, wat is dit? Wat is dit? Huh? Oh, ja. Ja. Meer? Ja. Motor, ja. En dan heb je er nog een. Ah, wie is dit? Wie is dit? Is dat? Oh ja, een leentje. En hij is in het papiemens geschreven. Oh, dat is leuk. Dat kan ik even voorlezen. Nou, dankjewel. Oh. Vind je het leuk dat kruimpje scheuren? Zie je dat? Dan wil hij ook helpen, zie je dat? Ja, echt wel voor grote meiden dit hoor. Die hebben wij zelf ook. Die hebben hier voor jou allemaal mooie nagellakspulletjes en make-up spulletjes. Onze meiden zijn er ook altijd helemaal gek van. Kijk, die kun je mooi op je gezicht doen. Een mooie ketting. Leuk hoor. Ja, echt? Oh, wat leuk. Ja. Ja, ik vind het ook heerlijk hoor, met de meiden dat doen. Ja. Nou, wie daar? Nou, dat kan wel. Huh? Ja. 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 Ja
Wat zeggen jullie dan? Dank je wel. Alsjeblieft. En er zit heel veel in, hè? Heel veel te bekijken, hè? Vind je het mooi? Ja? Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, en de vrouw natuurlijk. Dat is het kaartje. Alsjeblieft. Dank jullie samen. Jullie goede doel te steunen, zodat jullie veel mensen tot zegen mogen zijn. De meerderheid is van minimaal 500 euro. Wauw, zeg. Het staat niet op de kaart, hè? Wauw. We hopen dat jullie hier veel dingen mee mogen doen. Voor de mensen in Nood. Voor mensen jullie heel mooi gezond en gezegend 2024. Felix, kusjes van de Belly Cards. Ja. Alsjeblieft. Ja. Ja. Alsjeblieft. Wow. Ze heeft een mooie ketting om. Luan doet hem even vast. Ze zijn even alles aan het bekijken. Van alles wat ze hebben gekregen. Lekker geurtje erbij. En helemaal met alle make-upjes aan het titten. Leuk om te zien, Sil. Ja, hè? Luan die gaat even het autootje uitpakken. Ja. Oh. Kijk eens, dat is mooi, hè? Ah. Oh. De kinderen om jongens, dat is kijken. Oh, kijk dan. Vet cool. Ja. Vet gaaf. Ja, ik vertel je, je bent een eigen YouTube kanaal aan het beginnen, hè? Ja. Een game kanaal. Heb je al een naam? Ja. Nee, dit is zijn eigen YouTube kanaal, jongens. Dus als je het leuk vindt, kunnen jullie op hem abonneren. En wat doe je op jouw YouTube kanaal? Ja, spelletjes? Allerlei dingen. Waar we heen gaan zo. Leuk. Leuk. Ja. Nou, wij gaan zeker abonneren op jouw kanaal. Ja, wij zijn weer abonnee. Lieve familie, dank jullie wel voor de gastvrijheid. Nou, dat we hier mochten kijken. En onder de video staat jullie mooie website link. Ja. Waar alle kijkers jullie kunnen volgen. De link onder onze video. Super, dank jullie wel. Heel goed doel. God zegen. Ja. Tot ziens. Doeg. Moet je schildpadden kunnen gaan spotten. Dat is een echt weer zo'n strand met steen. Volgens mij heeft daar een plekje gevonden met de parasol. Nou, schildpadden. Zullen we jullie gaan spotten vandaag? Ja. Hey, dus zullen wij gaan proberen te dronen? Ja. Eens even kijken of we mama en Luo zullen een luxe met de schildpadden kunnen vinden, hè? Ja. Zeg maar, op naar de droom. Huis aangekomen bij een strand waar ze schildpadden hebben. Oh, wauw! Zien jullie dat? Mag ik die? Hm? Ja, wil je die?
of niet? Deze? Zien jullie vissen? Ja! Ja? Zo groot. Ja, echt super mooi. Thank you.
je gezien het? Wat stond daar? Een hele grote? Vogel? Een grote vogel. Wat een grote vogel. Ja, hier is een salamander. Hier. Leuk, hè? Oh ja. Hij probeerde met de drone nog wat schildpadden te zien, maar dat lukte niet. Ja, dat hebben ze wel heel goed gezien, hoor. Ja, heb je ze op beeld? Zo groot. Oh, gelukkig. Je hebt ze met de action gezien? Ik kom met de drone, kon ik zien. Het lijkt echt even alsof je in een aquarium bent, maar het is gewoon echt. Dat is zo bijzonder. Zitten even hier lekker op het strand een beetje. Chipjes te eten en lekkere druifjes te eten en chouderans te drinken. Maar Lucilla die komt niet het water uit. Die blijft in het water. Oh, daar is ze weer. Een enkel die blijft wonen in de zee. Kijk, dit hebben we nog gevonden. Oh, kijk dan. Je bent helemaal zoutig. Hey, ik heb opgezocht wat dit was, hè? Nou. Weet je wat het is? Nee. Glas. Steentjes. Zeeglas. En dat is eigenlijk gewoon glas van flesjes, maar omdat het jarenlang in de zee heeft gelegen en heen en weer door de golf is gegaan, is het zo rond geworden. En heb je zeeglas, maar het is uiteindelijk gewoon glas. Dus kapitein Ivo die heeft een Heinekenflesje in de zee gegooid. Wat ja. Zei, zie je nou wel dat ik zei? Wij dachten dat we hele bijzondere stenen hadden, maar het is... Ja, het is alsnog, ik al. Ja, jij zei het al, maar het is alsnog is het wel heel bijzonder. Het is zeeglas. Hé hey Kis, ik heb nog een verrassing. Ruben belde net, onze huurauto is gemaakt en die komt hier wisselen. Want die andere moet weer naar een ander gezin. Ja, zo meteen, we rijden straks dus terug. Gaan we terug naar. We rijden straks dus terug met de auto die we oorspronkelijk eigenlijk dus hadden gehuurd. Die 7-persoonsauto, zeg die is weer maar. Ja, nou, dagen weer gemaakt. Later is het eigenlijk zo. Ja, 5 dagen later. Had een botsing gehad, hè? Ja, daar kon ze niks aan doen. Die had een botsing gehad. Niet door ons, maar door de vorige huurders. Zit bij de auto ook zo een stoel? Ja, daar zitten 2 stoeltjes zelfs. Ja, we hebben even geen bekers meegenomen, dus we doen het gewoon even zo, jongens. We zijn toch 1 gezin? We zijn die vies van elkaar. Ik ga slaan met afval. Mama, ja, jij ook drinken. Drinken we allemaal uit de grote chouderansfles. Lekker, hè, jongen? Nieuwe huurauto is er met een half uur. Ja. Ik heb de stoel voor de hele dag geboekt. Ik zei, ja, we blijven een uurtje lang, de hele dag te liggen. Dus we kunnen hier nog zo lang genieten als jullie willen. Ja. Dus ik kan zo nog wel een schildpadje tellen. Zo nog even schildpadje kijken. We hebben wel echt schildpadje gezien, hè? Dat is heel erg mooi. En Luxie ook, hè? En Lieke had zichtige vuren. Heel mooi. Echt, en het is heel erg bijzonder om die schildpadden te zien van zo dichtbij en dan in het echt, zeg maar. En er was een man in het water die hiervan is. En die had een stukje vlees of eten, vis. Ik weet niet wat het was. Hij had eten in de hand en daar kwam die schildpad op af. Ja, en mama, je komt ook voor 10 euro. Mama. En dan kon je zo vasthouden dat je op je rug lag. En dan zei die, roepte iets naar de schildpad. Zo ging de schildpad over je heen. Oh, bij de mensen. Ja, zag je dat? Bij de mevrouw. Ja, ik begreep al niet waarom hij die mevrouw vasthoudt. Oh, maar dat kun je boeken of zo. Maar dat vind ik dan weer een beetje onnatuurlijk. Ja. Dat vind ik dan een beetje... Je moet wel gewoon de dieren kijken met de ogen. Weet je wel? En niet aanraken. Iets is wat wil. Maar goed, we hebben ze in ieder geval gezien, jongens. Ze zwommen heel erg mooi langs. Nu we dan toch al een half uurtje wachten op de nieuwe huurauto, ga ik met Lucilla nog even kijken of ik een schildpadje kan zwemmen. Sil, wil je papa de weg wijzen? Dan neem ik de GoPro mee en dan ga ik kijken of ik even een schildpadje kan zien. Ja. Ik weet niet of ze nog zijn, misschien. Mama, papa. Mama past nu op het nestje, mama. Hij wil ook meeschilderen. Ja, ja, iets groter worden nog, hè? Nee, ja. Bij mama. Maar ja, blijf hier, hè? Gezien, hè? Ja, we hebben de vogel gezien. Ja, we zitten hier lekker onder het parasolletje. Kijk, ik heb de kleding daarin gehangen. Ja. Dat is straks lekker uitgebreid. Een grote eend. Ja? Een hele grote eend. Ja? Daar wat? Een grote eend, hè? En de grapjes, die hebben we ook gezien. Een hele grote eend. Een hele grote bed. En
Ik had even een andere wagen hier om een beetje aan mij te kennen. Ja, want Lucilla die weet al meer dan papa. Gisteren ben je de dag gesmorgen. Nou kids, dat was erg mooi onder water. Silla, bedankt hè. Dat je mijn onderwatergids wou zijn. Ja, was mooi. Nu gaan we opdrogen en kijken naar de nieuwe huurauto. Onze bagage uit deze fijne auto gehaald, meisjes. Want deze autolusjes gaan we dan omruilen voor een grotere auto. Ja, die we eigenlijk al gehuurd. Meisjes, dit is de nieuwe huurauto. Kijk eens, hallo Ruben. Wauw, ja, dit is hem dan hè. Prachtig. Deze is mooi. Ruben, hier zat een plekje, hè? En hier zo. Voor de rest is hij helemaal puntgaaf, joh. Wauw. Echt, joh. Oh, hier. Oh, ja. Kijk. Oh, hier. Zo, ja. Dat is een mooie auto. Zit je lekker, kind? Hé, hey, wat zeggen jullie dan? Dank je. Dankjewel. Wauw, Lucius. Is dat jouw nieuwe kokpitsel? Mooi hoor. Ja. Wauw, en nu dan? Hoe zit het daar? Ja. Mooi? En mooie leren beklimming. Nou. Nou, dit is hem dus jongens. Ja. We gaan verder met de auto. De overige vakantiedagen rijden we in deze mooie bolide. Ja. Zitten jullie een beetje goed daarachter? Ja. We hebben wel iets meer ruimte nou hè? Ja. Deze auto was de auto die we oorspronkelijk hadden gehuurd toen we in Nederland waren, zeg maar. Alleen doordat deze auto een ongeluk had gehad, had hij schade, was hij niet beschikbaar. Dus geef ze echt de derde auto en daar kunnen we het mee doen voor de rest van de wereld. Top. Nu gaan we naar een... we zagen op de weg toen we hierheen reden, zagen we een heel leuk eetcafé. Het heette De Buurvrouw. En daar zat ook een leuk speeltuintje bij. Dus we dachten, nou, hè, nu toch onderweg weer terug zijn van het eiland. Het is alweer een half uur rijden. Dat we weer terug zijn bij Blue Bay, waar we zitten. Gaan we gewoon even lekker een happy eten bij het eetcafé. Kunnen we daar nog even lekker spelen. En ja, de dag weer afsluiten. Ja. Dus hier zijn we. Bij De Buurvrouw. Zo heet het hier. Oh, een grote vliegtuig. Zo, zeg je hem, Lucius. We zijn bij Buurvrouw aangekomen. Maar hier vliegen de vliegtuigen over. Heel mooi. Nou, ze zijn nog een half uurtje aan het siesta houden, maar dan gaan we eerst even in de speeltuin, hè? We hebben de speeltuin. Ja. Ja, wat zie je daar, Lucius? Een speeltuin, hè? Kijk, want het is nog gesloten. Maar er is een speeltuin. Dus hier kunnen jullie even lekker spelen. Hallo. Welkom in mijn huisje. Mag ik jou een leuk huisje? Ja, oké. Kan ik hier een paar patatjes bestellen, alsjeblieft? Ja, dat kan zeker. Nou, doe maar een patatje dan. Patatje oorlog. Ja. Silla gaat weer acrobaten op de schommel. Dus wel een beetje. Ja, ze kan je makkelijk in de split. Op de spagaat. Ja. Ja, weet ik niet. Ja, dan moet je het huis terug lukken zien. Moet ik je helpen? Ja. Ja? Ja! Nee! Zo. Zo word ik ook sterk, hè? Ja, dat klopt. Papa, die moet natuurlijk even de drone. Je zegt, we moeten nog 25 minuten wachten. Nou, dan ga ik maar even op 100 meter kijken. Hopen dat jullie de dronebeelden van de afgelopen dagen mooi hebben gevonden. Je kunt daardoor natuurlijk wel heel goed het overzicht zien van waar we zitten. En hoe de omgeving is en hoe het eiland eruit ziet. Dus het is wel, denk ik, een hele leuke toevoeging in de vlogs. Ik vind het voor de herinnering in ieder geval heel erg mooi. Ja, zeker. Dus nou gaan we nog even de lucht in. Want dit restaurant gaat pas om 2 uur open. En het is... Hoe laat is het? Ja, nog 25 minuutjes. 25 minuten. En een mooi kwartiertje. Dus we gaan nog even lekker met de dronen. Terwijl de kinderen daar aan het spelen zijn. In het speeltuintje. En dan gaan we daar zo meteen lekker even een hapje eten. Bij De Buurvrouw. Eetcafé. Mm.
Zo, we gaan heel even naar de wc. Je moet hier zijn als het goed is. Ja, trappetje op. Kijk. Even kijken, zijn jullie hier al? Doe die deur. Even kijken of we dit op de vlog zien. Nee, je ziet echt niks nu. Dat was ik zo. Ik zie jullie wel. Ja? Ja. Ik zie alleen boven daar die lamp. Ja, ik zie jou. Wacht, dan moeten we hier naar beneden toe. Of kijken. Nee, mama! Ik zag je. Kunnen we het niet zien, hè? Nee, nee, we kunnen het niet zien, jongens. Het is toch gecamoufleerd. Nou, ja. Zullen we er? Doe ik ze hier? Laten we eens even proberen. Kijk, nu zitten wij erin. Ja, wij kunnen er wel doorheen kijken, ja. Zie je dat? Wat gek, hè? Zo kan je het wel zien. Ja, de lamp doet het alleen niet meer. Oh, bij mij wel. Bij jou wel? Nou, nu, we hebben jou zien plassen daar op de wc, door de deur. Nee, je kan er echt niet doorheen kijken. Kijk, die ziet Lucilla ook niet. Siel, zie jij ons? Nee, ik zie hier. Oh, zie je. Zie jij ons? Ja, ja, zie je ons? Ja, Siel, ik zie je ook. Ah! Oh, nou zie ik je ook niet. Nee, nee hoor, dat zien we niet, Siel. Dat zien we niet. Nou, oh, even maar. De handen wassen, haar even fixen. We hebben strandhaar, jongens. Het is strode haar. Omdat we natuurlijk iedere dag in de zee hebben gezwommen, hebben we helemaal strohaar gekregen. Dus je moet niet meer kijken naar de kwaliteit van het haar, want dat komt wel goed als we thuis zijn. Ik doe een extra maskertje. Ja, kijk hier bij Lucilla ook. Dit is het haar. En Luxie, dit is het haar. En mama haar. Ja, een beetje met water en een beetje fixen. En jongens? Ja, jongen. Hm? Wat heb je daar? Ja, dat is een mooie schatje. Ja, dat is het hekje. Ja, papiertje in de prullenbak. En dan zijn we klaar voor een lekkere eentje. Ja, zo kan je ook, ja. Leuk, hè? Ja. Hm? Oh, gaan jullie onder de bar zitten? Ga je onder de bar zitten? Ja. Hm? Hey. Hm? Onder de bar? Ja. Tjus die had gemorst, dus we hebben dat t-shirtje maar even lekker uit gedaan. Nee. Ja. Ja. Er staat hier een lekker briesje. En... Nou jongens, en zo sluiten we ons dagje weer lekker af met het heerlijke maaltje hier. Kunt u ons mee even kijken, hoe dan dus? Dankjewel. En niet abonneren. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens.